Bahram Rajabzadeh, je hebt net een hele mooie wedstrijd gehad tegen Levi Richters. Wat zijn je gedachten naar deze partij? Bahram diyor, çok, daha yeni çok güzel bir maç yaptın diyor Levi Richters'a karşı diyor. Düşüncelerin bu maç hakkında nedir? Yani ilk anı danaktan olmadığımı düşünüyorum. Ve kesinlikle danaktan değildim. İlk anı kazandım. İkinci anı kaybettim. Üçüncü anı kazandım. 2-1 şeyle kazandım. Ama yani kendimle şoktayım. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben Rico ile final yapacaktım. Ve onu da kazanacaktım. Ama sanırım biraz haksızlık oldu. Öyle düşünüyorum. Tabii menajerimle bunu gereken yerlerle konuştu, görüştü. Her şey güzeldi. Güzel cevaplar da aldık. İnşallah önümüze bakacağız. Yine şampiyon olacağız. Hij zegt, de eerste round zegt hij, zegt, het was zegt hij volgens mij geen knockdown. Maar hij zegt, ja, zo zagen zij het wel. Hij zegt, dus eerste round heb ik gewonnen, zegt hij eigenlijk. Tweede heeft Levi. Derde zegt hij, was helemaal van mij. Dus uiteindelijk zegt hij, ja, dat, naar mijn mening zegt hij, was ik al de winnaar. Maar hij zegt, ik weet niet wat er is gebeurd. Er is ineens, zegt hij, wat gebeurd dat ik ineens ja, niet heb kunnen winnen. Dus, maar hij zegt, mijn manager en iedereen zit hier ook achteraan. En we hebben ook wat antwoorden teruggekregen. Dus we zitten hier achteraan. Jullie zitten er achteraan. Wat houdt dat dan precies in? Yani arkasını takiptesiniz diyor. Ne demek istiyor diyor takipte? Takipte ben kazandım. Finale ben çıkmalıydım. Yani şimdi araştırıyorlar, konuşuyorlar yani. Karar benim tarafım. Hij zegt, nou, hij zegt in de finale, zegt, hij zegt, ik had in de finale moeten staan. Hij zegt dat ook dingen moeten zijn, mijn wedstrijd moeten zijn nu in de finale. Maar hij zegt, ja, dus daarom zegt hij, hebben wij zegt hij, links en rechts even wat dingen gezet. Dus we kijken wat daar precies uitkomt. Nee? Jullie doen gewoon een aanklacht op het resultaat, dus dat is waar het op neerkomt. Oké, ik wilde net zeggen, ik moet ook heel eerlijk zijn, het zag er niet uit als een knockdown van mij. Natuurlijk, het is lastig als referee. Je ziet gewoon iemand vallen naar zo'n flying knee. Je weet niet precies of hij nou raakt of niet. Maar in dit geval leek hij niet te raken. Dat is heel jammer. Waar zit hij nu met zijn gedachten? Wilt hij nu even wat tijd nemen? Want hij is best wel druk geweest de laatste tijd. Twee toernooien gevochten. Wat is zijn volgende stap nu? Diyor, ben diyor, adil olmam lazım. Bana göre de diyor, knockdown değildi diyor. Çünkü uçan bir şey... dizle diyor. Diz değmedi diyor. Yere düştü ve hemen de geri kalktı diyor zaten. Onun için knockdown değil diyor. Fakat diyor şimdi bu yoğun şeyden dönemden sonra diyor Bahram diyor ne yapmayı düşünüyor? Devam. İlerim. Vooruit. We gaan gewoon verder. Vooruit. Ja. En je hebt natuurlijk ook zo'n heel mooi record. 65-1. En ja, natuurlijk je doet niet voor je record. Je wint, je doet het voor de winst, voor de glorie. Maar is het toch jammer dat je gewoon nog zo'n eigenlijk naar zijn mening en naar mening van velen onnodig verlies op je record hebt staan? Diyor rekoru diyor normalde çok güzel diyor. Tamam diyor rekorlar için yapmıyor biliyor musun? 65 kazanmış bir tane yenilmiş. Onun için yapmıyor diyor. Fakat diyor yani böyle bir şey diyor. Bahram diyor üzüyor mu? Böyle bir yenilgi böyle bir şey olarak. Yani bu bir spordur. Için. Yapacak bir şey yok. Eğer gerçekten kaybetseydim üzülmezdim. Derdim ki kaybettim. Anlaçık kaybettim. Ama kaybetmedim. Herkes de bana taraf. Bütün stadyum kalktı dedi ki kazandın. Gerçekten de kazandım. Gereken yerlerle konuştuk. Kazanmışım. İşte bu beni üzüyor. Yoksa kesinlikle üzülmemişim. Hij zegt, nee, hij zegt, we gaan gewoon vooruit, we gaan gewoon door. Maar hij zegt, punt is, iedereen, zegt hij, in de stadion, dat ding is van de publiek ook, en van iedereen die daarbij was, zegt hij, had iedereen het ding is van dat ik heb gewonnen. Ja, hij zegt, iedereen zegt dat ook. Hij zegt, als ik zeg die gewoon normaal echt had verloren, had ik er helemaal geen probleem mee gehad. Hij zegt, want het is een sport, je kan winnen en je kan verliezen. Maar hij zegt, ik vind dit, zegt hij, gewoon zo voor mezelf heel erg oneerlijk. En daarom vind ik het, zegt hij, heel erg moeilijk. Ja. Dus ja, hij zegt, en dat, dit is het enige lastige, zegt hij, wat mij dan nu, wat ik nu heel erg lastig vind. Ja. Nee, dat begrijp ik ook. Zometeen gaat de finale gebeuren tussen Levi en Rico. Wat is zijn voorspelling voor die partij? En vindt hij dat de winnaar van dit toernooi de legitieme winnaar kan worden genoemd hier? Diyor, haklı diyor, ben de diyor, anlıyorum diyor dediğini. Birazdan diyor, Richter'la şey, Rico diyor, final oynayacak. Bahram'ın diyor, finalde diyor, bir kim kazanır düşüncesi var diyor. Ve ikincisi de diyor, yani bunu kazanan diyor, gerçek diyor, şampiyon mu? Rico kazanacak. Ama gerçek şampiyon da olmayacak. Çünkü görsel olarak gerçek şampiyon olur. Ama gönüllerin şampiyonu olmayacak. Hij zegt Rico gaat winnen. Maar hij zegt hij gaat geen echte kampioen worden. Hij zegt voor het zicht
Ja, zegt hij, wordt hij kampioen. Maar hij zegt, hij heeft niet het publiek voor achter zich en hij heeft niet het publiek gewonnen. Duidelijk. Terwijl wij deze interview doen, is Abena en Gababas bezig. Dat is natuurlijk jouw eigenlijke gewicht. Nu heb je wel laten zien, op heavyweight ben je net zo gevaarlijk op light heavyweight. Maar denk je ooit nog om stappen te nemen, lager gewicht en daar die kampioenschap pakken of daar het toernooi aan te gaan? Of wil je echt op heavyweight blijven? Diyor ki şu anda biz konuşurken diyor Kabez diyor dövüşüyor. Diyor mu senin diyor normalde diyor klasamentin diyor orası. Peki diyor şimdi bu dövüşten sonra diyor tekrar diyor ağır siklette devam mı edeceksin yoksa diyor bu siklete diyor geri dönüp burada bir turnuva olsa diyor dövüşür müsün? Bildiğiniz gibi ben hafif ağır sikletim. 95 kiloyum. Yani şu an bile 97 kilo tartıya çıktım. Kıyafetle yüz oldum. Telefon da cebimdeydi. Menajerimle görüşüp, hocalarımızla görüşüp, istişare yapıp ve gerekeni o zaman açıklayacağım. Hij zegt, jullie weten, zegt hij, ik ben licht zwaar gewicht. Hij zegt, ik was 97 kilo. Hij zegt, met mijn kleding en mijn telefoon in mijn zak woog ik 100 kilo. Dus dat was wel prima. Maar hij zegt, wat ik wel ga doen, zegt hij, is ik ga even met mijn manager, met mijn coaches, et cetera, gewoon even praten. Onder andere even praten en bespreken. Hij zegt, en dan laten we onze beslissingen wel weten. Duidelijk, ik wil je heel erg bedanken voor de tijd, ook al na zo'n lastige gebeurtenis. Ik wil je echt daarvoor bedanken en ik wens je heel veel succes. En ik denk dat ik voor iedereen spreek, iedereen deze zaal en iedereen die meekijkt, dat wil je graag weer snel terugzien. Diyor, sana diyor öncelikle çok teşekkür ederim diyor ve diyor şöyle herkes için konuşuyorum diyor bence. Seni diyor burada diyor tekrar görmek istediğimizde sen diyor bizlerin şampiyonu olduğunu diyor burada gösterdin diyor. Çok teşekkür ederim. Thank you very much.